ik val in de herhaling. We moeten niet, maar we mogen. We mogen spelen, spelen voor 3000 man. Wat willen we nog meer? Zet dat vuurtje aan op maximaal. Gaan, vecht, echt niet. Zo mocht een aantal in de cirkel hun zegje doen, maar is de boodschap duidelijk. Geniet er ook van dat je voor 3000 toeschouwers vandaag mag spelen. Kasparij. Verrassende actie, goede actie. Laat daar in deze actie toch een aantal mooie flarden van zien. Haar talent. Kolen, ja, die verslikt zich daar. Dat is niet al te best gedaan. En dan kan Paddemors misschien profiteren. Paddemors tegen de buitenkant van de paal. Grootste kans voor Twente. En het is zeker niet de eerste kans in deze wedstrijd. En achterin laat PSV wel eens een steekje vallen zoals Kolen hier doet. Dan gaat het eigenlijk nog vrij traag als Kalma die bal niet kan controleren, maar Paddemors wel. Kasparij. Opent op Jansen. Randje buitenspel. Vlag blijft naar beneden. Kans op 1-0 voor Twente. Renate Jansen en Van Veenendaal. Voorkomt dat. Prima gespeeld. Van Doorn als aanstichtster van dit alles. Lanceert Renate Jansen voor de tweede keer. Renate Jansen. En nu is het wel raak voor Twente. 1-0. Precies op het halve uur is het Twente dat verdient op voorsprong komt. En de complimenten mogen ook naar Kelly van Doorn. De oudspeelster van PSV zet deze aanval hoogstpersoonlijk op. Renate Jansen op avontuur. 1-op-1 met Van Veenendaal. De eerste keer lukte het niet zoals ze wilde. Maar dit is voor de aanvoerder van Twente. Ultieme revanche. En dus de voorsprong ook. Haar 16e van dit seizoen. Ja, die ballen achter de laatste linie bij PSV die zijn vanmiddag fantastisch. Daar is Jansen weer en daar is 2-0. Het is een beetje hetzelfde recept als bij de 1-0. Twente verdubbelt de score. En natuurlijk gaan de bedankjes naar Olieslagers. Een geweldige bal. Dit is echt wat Twente de hele wedstrijd al probeert en wat eigenlijk ook vaak lukt. Een derde 1-op-1 situatie voor Jansen. Ten opzichte van de doelvrouw van PSV, Sari van Veenendaal. Het is haar tweede doelpunt. Dat is een mooi moyenne voor haar, dat is een mooi moyenne voor FC Twente. Want nu is de voorsprong nog comfortabeler. Michel Vlap ook aangeschoven. Ruben Prupper. Ja, voor hun zit het seizoen eigenlijk zo goed als op. Ze moeten zondag nog naar de Kuip, morgen dus. Maar die wedstrijd gaat nergens meer over. Stoltze. Paddemors, bal aangeraakt, maar Van Veenendaal met een tweede knappe redding in deze wedstrijd. Van Domselaar helemaal mis. Van Domselaar moet nu in de achteruit met Moreno, maar ploeggenoten van de keepster van Twente lossen het voor haar op. Van S. Is degene die erbij gaat zitten, vandaar dat de inworp van PSV even op zich laat wachten. Kijk goed hoe de voet ook eventjes knakt, de enkel, klap dubbel. Pijnlijk moment. De vraag is of je er verstandig aan doet om dan nog verder te spelen met in je achterhoofd de officiële kampioenswedstrijd van volgende week in je achterhoofd. Triest moment toch voor de Oranje International. Kalma. Kalma. En daar is de derde voor FC Twente. Er gaat geen wedstrijd en dus ook geen Twents feestje voorbij als Fenna Kalma niet gescoord heeft. Nummer 33. Ze scherpt dat record nog maar eens aan. Geen buitenspel. Net dat ene voetje te veel gezet door Julie Biesmans. Die ook heel gemakkelijk daardoor Kalma wordt weggezet in het fysieke duel. Ja, en dan is Van Veenendaal. En dat ligt echt niet aan de keeper van PSV. Gewoon kansloos. Dont. Geeft hem nog aan Kalma tegen de lat. En Jansen krijgt hem een rebound ook niet in. Omdat Walders daar nog op de lijn staat. Nee, dat is Koeleman. Daar komt PSV nog goed weg. Anders was het 4-0 geworden. Geen extra tijd. Dat is misschien wel het beste voor PSV. En dan gaat hier een klein feestje gevierd worden. Want met deze 3-0 overwinning
is Twente alleen nog maar op doelsaldo in te halen door Ajax. Maar dan moet Ajax volgende week wel met 10-0 gaan winnen van FC Twente. Dat kan toch eigenlijk bijna niet meer fout gaan. Voor de dames in het rood, de achtste titel in de clubgeschiedenis.